Hallo reviewvrienden, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het helemaal toppie. Het gaat helemaal lekker, het gaat helemaal goed. En daar is werkelijk alles aan gelogen. Maar wat doet het er toe? He? Mooi. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Borrelnootjes. Borrelnootjes van duivis, als er een vuif is, zijn onderdeel van de Nederlandse cultuur. Op een feestje heb je vaak Hollandse tapas. En dat is worst, kaas en borrelnootjes. En sommige mensen die doen even lekker, heel lekker gek en doen er nog een klein stukje haring bij ook. Maar borrelnootjes is onderdeel van ons zijn. Borrelnootjes, dat is Nederland. En wat is een borrelnootje? Volgens mij is dat gewoon een pinda met een laagje krokante korst eromheen. Met een smaakje. Heel eenvoudig. Hollandse tapas zijn over het algemeen heel eenvoudig. Weet je hebt bijvoorbeeld de Spaanse tapas, daar doen mensen echt hun best voor. Hollandse tapas hoef je alleen maar in een bakje te flikkeren. Dan ben je klaar. Overigens zijn dit borrelnootjes van duivis, voor als er een vijf is. De andere borrelnootjes van andere merken, die zijn niet te vreten. Of misschien zijn ze wel te vreten, maar ik vind dat het borrelnootje van duif is. Snap je? Nee, maar andere borrelnootjes zijn geen borrelnootjes. Ja, namaakborrelnootjes. De echte borrelnootjes, die zijn van duifvis. Snap je wel? Overigens heb ik laatst iets van duif... Wat was het? Oh, duifvis pindakaas heb ik laatst gegeten. Die was niet te vreten. Maar dat doet er niet toe, want duifvis is van de borrelnootjes. Lekker man. Maar wat voor borrelnootjes heb ik? Want ik heb vier soorten borrelnootjes. Ik heb, ja, dit zijn de gewone borrelnootjes. Dat heet dan cocktail. Ik weet niet waarom. Waarom heet dat nou cocktail? Heel raar. Kijk, en hebben ze bij de duivens hebben ze daar sneeuwvlokken bij gedaan. Zodat je denkt, van, nou, leuk winters tafereel, een paar borrelnootjes op tafel. Dan heb je hier borrelnootjes provinciaal. Dus met provinciaalse kruiden, dus met zeg maar, laten we zeggen, Franse kruiden. En ook hier zitten dus sneeuwvlokjes. Dan hebben we hier borrelnootjes orientaal, dus de Aziatische variant. En daar inderdaad geen sneeuwvlokjes, want daar schijnt het dus blijkbaar niet te sneeuwen in de winter. Weet ik veel. Het is allemaal wel. En hier zijn de borrelnootjes pusta. Wat is dat in hemelsnaam? Wat is nou een borrelnootje pusta? Ik weet niet wat pusta is. Wat is nou pusta? Borrelnootje pusta. Ja, ik heb het dus even opgezocht wat pusta is. Het is niet te geloven, maar pusta heeft met de Hongaarse hoogvlaktes te maken. En dan weet ik het nog steeds niet. Oké, pusta is het graslandschap van de Hongaarse... van de grote Hongaarse laagvlakte. Wat in hemelsnaam een Hongaars graslandschap te maken heeft met een borrelnootje, mag Jozef weten. Punt is wel, ze hebben daar blijkbaar een soort Hongaarse smaak in gemieterd. En waar staat Hongarije? Bekend om, volgens mij, om zijn goulash. Is het niet? Is dat niet goulash? Denk het wel, hè? Dus hier zal wel veel paprikapoeder in zitten. Leuk als dat zo is. Ja, zo komen we dus wel ergens, hè, met Jans Reviews. He, mensen denken, ah, een beetje ordinair, zit in zijn zwarte t-shirtje iets te vreten, zegt hij vies of lekker. Nee, ook een stukje algemene ontwikkeling naar de mensen toe. Goed. Gewoon borrelnootje. Ja, ja hoor, ja. Ja, die zien er dus zo uit. Daar zit er toch ook normaal wit erbij. Is borrelnootje cocktail dan... anders dan borrelnootje gewoon. Nee. Smaakt gewoon naar gewone borrelnootjes. Maar daar hadden vroeger ook witte borrelnootjes bij. Hebben ze de witte borrelnootjes eruit gegooid. Misschien wel omdat dat discriminatie was. Dat tegenwoordig alles namelijk. Nou. Wat vinden wij van de borrelnootje gewoon? De borrelnootje cocktail. Prima borrelnootje. Ja, moet ik er anders voor zeggen. Dan gaan we naar borrelnootje provinciale.
met de kruiden uit de provincie. Welke kruiden zijn dat? Even kijken. Nee, kruiden. Kruiden, specerijen. Geheim recept. Borrelnootje, provinciaal. Hé, daar zitten die witte wel weer in. Hé? Provinciaal. Nou. Echt groot verschil met de... Gewoon is het niet, behalve dat ze een stukje zouten zijn. En heel ver in de verte zit er een heel klein beetje een ander smaakje aan. Maar om nou te zeggen, godverdikke, ik proef hier de Franse graslandschap in. Nee. Het is niet een uitgesproken kruidige smaak. Het is niet uitgesproken heel erg anders dan die. Het is eigenlijk meer zout. En ik vind ze nou niet beter dan de gewone. Wat ze van mij moeten maken. Dan gaan we naar de Oriëntaal. Oftewel de Aziatische borrelnoot. Want je kan heel veel over Chinezen zeggen. Maar ze zijn gek op borrelnootjes. En daar heet het ze inderdaad. Borrelnootjes. Dan kan je toch niet zeggen. Borrelnootjes. Dat is hartstikke discriminatie. Dat zie je mij gereden. Oké. Borrelnootjes. Dat moet toch wel anders zijn dan anders. In ieder geval ziet er hetzelfde uit als de gewone. En als de provinciale, maar deze zijn Aziatisch, Oriëntaal. En... Nou, ja. Een beetje. Niet echt. Het is niet dat je denkt, het smaakt naar een halve rijsttafel. Het smaakt erg naar borrelnootjes. En als je deze blind proeft, denk ik niet dat je heel hard proeft. Oh, dit zijn de Oriëntaalse. Deze zijn ietsje pittiger ergens. Ergens weg zijn ze wat pittiger. De smaak is overigens vrijwel hetzelfde als de gewone borrelnootjes. Alleen, ja, waar de provinciale iets zouter is, is deze ja, iets peperiger. Voor de rest smaakt hij eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde. Nou, nu het borrelnootje der borrelnootjes die alles gaat overtreffen. Namelijk het graslandschap uit Hongarije borrelnootje. Poesta. Helemaal goed. Eens even kijken. Hoe zien die eruit? Hopsje flopje. Oh, kijk. Die zien er dus zo uit. En daar zie je dus geen witte en bruine en dat boel. Deze zijn eigenlijk allemaal een beetje oranje. En dat komt denk ik door de paprika poeder. Uienpoeder, koriander... En witte peper. Er zit geen kruimelpaprika poeder in. Wat heeft koriander en eierpoeder en witte peper te maken met een graslandschap uit Hongarije? Of überhaupt met Hongarije? Nou, en ze deze dan heel erg lekker, die poestaart. Nee, ik vind de smaak niet heel erg interessant. Het is meer, dus ik denk... Wat een raar borrelnootje. Nee, doet niks. Ik proef ook eigenlijk helemaal niks qua koriander en aaienpoeder. Maar daar staat dus wel op wat voor kruiden is. En hier dus blijkbaar niet. Even kijken. Oh, daar staat godverdikke wel gewoon op. In de Oriëntaal zit dus komijn, ui, curry, chili, knoflookpoeder en koriander. Ik heb helemaal niet geproefd. En de provinciaal dan, want daar zag je net niet helemaal niet op staan wat voor kruiden erin zaten. En hier in de provinciaal staat dus niet bij wat voor kruiden. En in de gewone, wel. Azijn en citroenzuur, kurkuma en melassapoeder. Ik vind het heel ingewikkeld worden allemaal. Dus ze noemen die dingen allemaal naar dingen die het niet zijn. Hongaars, Oriëntaals en Provinciaals. Heeft er allemaal niks mee te maken. Komt niet in de buurt van die smaken die dat zou moeten hebben. En dan zit in de gewone... Er zit in de gewone paprika poeder. En dan in de Hongaarse, waar dan paprika poeder in moet zitten, niet. Daar zit dan koriander in. En dan in de Oriëntaalse hebben ze heel veel kruiden gemieterd.
Maar dat proef je eigenlijk niet, behalve dat het pittiger is. En dan in de provinciaalse, dat je afvraagt, wat zijn dan de provinciaalse kruiden? Zetten ze niet op wat voor kruiden erin zitten. Is dit voor een zootje duivis? Ah, tijd voor de cijfertjes, want daar gaat het om. Maar dat draait eigenlijk om de cijfertjes. Nou, ik kan er heel kort over zijn. Die Hongaarse graslanden, dat was helemaal totale onzin. Dan noem je iets poetsa, niemand weet wat het is. Er zijn drie idioten in de wereld die het dan opzoeken, zoals ik. Hongaarse grote laagvlaktes met gras. En wat denk je dan? Dat smaakt dan ergens naar Hongarije, antwoord daarop is. Nee, heeft er niks mee te maken. Is ook niet heel lekker. Het is gewoon eigenlijk niks. Krijg van mij een 4. Het smaakt helemaal niet naar de Provence. Het smaakt helemaal niet naar Franse kruiden uit het Franse achterland. Het smaakt eigenlijk gewoon voornamelijk zout. Het is gewoon heel veel zouter dan de gewone. En helemaal niet zo gevarieerd en lekker zoals provinciaalse kruiden eigenlijk zijn. Het staat er ook helemaal niet op wat ze hebben gebruikt. Heel raar en vervelend. Ik krijg er 5. Het Oriëntaalse borrelnootje is in mijn ogen wel een stukje lekkerder dan de vorige. Dan de Hongaarse en de Franse, zeg maar. Omdat hier wel een andere smaak zit. Namelijk de smaak pittig. Deze is wat pittiger. Ondanks dat ze er, kurkuma, karmijn en weet ik er allemaal in hebben gesodemieterd. En curry en een heleboel. Die proef je allemaal niet. Je proeft wel dat die wat pittiger is. En dat maakt hem ook wel eigenlijk een beetje lekker. Die krijgt van mij een 6. En conservatief zoals ik ben, wint de gewone. Ja, ik ben een gewone jongen. Altijd geweest en gebleven. De gewone borrelnoot, dat is waar ik, ik kom er niet voor mijn bed uit. Maar dat is gewoon een borrelnoot. Dit is borrelgekloot en dit is de borrelnoot. Die krijgt van mij gewoon een 8, omdat hij dat verdient. Omdat hij ook hoort bij ons, bij de Nederlandse cultuur. Mwah! Heerlijk, borrelnootjes. Eigenlijk zijn ze ook helemaal niet lekker. Maar dat maakt niet uit, gewoon een 8. Ah!